Rianne, dank je wel. Wat een hartelijke woorden. En dames en heren, een hele goede middag. Wat goed om jullie allemaal hier te zien. Dames en heren, vandaag is het 9 mei. Europadag. De dag dat we onze Europese samenwerking vieren. En ook blikken we vandaag terug op het gesprek dat we eigenlijk het gehele afgelopen jaar in Europa voerden over onze toekomst. In Nederland met de kijk op Europa-dialoog. En mag ik tegen jullie zeggen dat het echt fantastisch is dat zoveel Nederlanders hun ideeën, hun visie, hun mening met ons hebben gedeeld. En juist ook, ik zie er ook een paar hier in de zaal zitten, juist ook Nederlanders van de volgende generatie. Leerlingen van het Dr. Knippenberg College, hier vandaag volgens mij in grote getalen aanwezig. Door mee te doen en verantwoordelijkheid te nemen, laten u allen zien wat burgerschap in de praktijk daadwerkelijk betekent. Dames en heren, Europees burgerschap, dat werd hier 30 jaar geleden geïntroduceerd. Met het verdrag van Maastricht en daarmee een grote stap. Een grote stap in de Europese en ook in de Nederlandse geschiedenis. Ofwel de handreiking van Nederland aan Europa, zoals Ruud Lubbers het ooit mooi verwoordde. En zo gaven Maastricht University en Studio Europa de afgelopen maanden op hun beurt weer een waardevolle handreiking aan Nederland. Door aandacht te vragen voor een verdrag dat, gek genoeg, interessant genoeg, over de grens vaak bekender is dan bij ons hier in eigen land. Dames en heren, vandaag is ook de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Sovjet-soldaten brachten grote offers voor de vrede op ons gehele continent. En ik wil hier zeggen dat dat eerbetoon ook vandaag recht overeind staat. En tegelijkertijd kunnen we er niet omheen. De realiteit is dat Rusland een volstrekt ongerechtvaardigde oorlog voert tegen een onschuldig land. Met werkelijk verschrikkelijke gevolgen voor de bevolking van Oekraïne. En dat Rusland de stabiliteit op ons continent ernstig bedreigt. Onze veiligheid, onze vrede staan onder grote druk. En ondertussen, velen zullen dat gezien hebben, probeerde Poetin nog deze ochtend de Russische bevolking het bos in te sturen met een fabeltje. Het Westen zou hem tot de invasie hebben gedwongen. Het is, laten we daar klip en klaar over zijn, een volstrekt ongeloofwaardige poging tot het fabriceren van een voorwendsel en het vervalsen van de geschiedenis. Tegelijkertijd is het antwoord op de Russische agressie een opvallende mate van Noord-Amerikaanse en Europese eenheid en daadkracht. En je zou de korte termijn strategie van de afgelopen weken en maanden met één woord kunnen samenvatten. Meer. Meer wapens, meer sancties, meer diplomatie, meer humanitaire hulp en meer onderzoek naar oorlogsmisdaden. En daarmee blijven we doorgaan. Daarmee moeten we blijven doorgaan. Want wie wil dat Oekraïne sterk staat aan de onderhandelingstafel, zal ervoor moeten zorgen dat het sterk staat op het slagveld. En dat de gevolgen van de oorlog, ook in Moskou, iedere dag opnieuw gevoeld worden. Dames en heren, het is inmiddels 75 dagen oorlog in Oekraïne. En vanzelfsprekend vormt de oorlog vandaag de dag het grootste probleem op ons continent, in Europa. En waarschijnlijk ook morgen. Onze relatie met het Kremlin is er fundamenteel door beschadigd. En de veiligheidssituatie op ons continent is blijvend veranderd. Maar zelfs als de oorlog op relatief korte termijn zou worden beëindigd, dan verandert dat niet wat er al langer meer ten principale in de wereld aan de hand is. Deze oorlog is, naar mijn overtuiging, het meest extreme voorbeeld van een brede realiteit die er de komende jaren, wellicht de komende decennia, zal blijven. En dat is dat onze manier van leven, onze kijk op de wereld, onze blik op vrede, op veiligheid, op burgerrechten, op democratie, op de vrije pers, op multilaterale instituties, al een aantal jaar fundamenteel wordt
bestreden. We hebben te maken met een krachtmeting tussen democratie en autocratie. Met een situatie waarin gewoon de vraag voorligt voor ons allemaal. Of we accepteren dat mensenrechten verwateren. Of dat we vinden dat ze daadwerkelijk universeel zijn. En altijd moeten gelden. Waarin het aan ons is om te bepalen of we kiezen voor the rule of law. Of dat might we're right wordt. Ingewikkeld Engels. En dames en heren, in essentie gaat het hierover. Het gaat erover hoe je vindt dat de 21ste eeuw eruit zou moeten zien. Welke waarden in deze eeuw de boventoon moeten voeren. En laten we eerlijk zijn. Het is eigenlijk voor ons in het Westen een wake-up call in slow motion geworden. Want signalen waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal eigenlijk genoeg. De inval in Georgië. De annexatie van de Krim. Het stapsgewijs minder worden van het aantal democratieën in de wereld. De steeds relativerendere taal van autoritaire leiders over individuele vrijheden. Jaar op jaar de rapportages over hoe de media op allerlei plekken weer verder onder druk zijn komen te staan. China, dat zich steeds assertiever toont richting de landen in de Indo-Pacific, maar ook richting de Verenigde Staten en ook richting Europa. Te lang hebben wij met elkaar willen geloven dat landen als Rusland en China en anderen nu eenmaal in een overgangsfase zaten. Dat economische groei eigenlijk altijd zou leiden tot democratische ontwikkeling en tot vrije marktdenken. Dat die multilaterale regels die we na de Tweede Wereldoorlog zorgvuldig hebben samengesteld, eigenlijk wel voor zouden zorgen dat landen uiteindelijk min of meer in de pas zouden blijven lopen. Dat economische verwevenheid tussen landen per definitie de kans op conflicten vermindert. En dat het oorlog voorkomt eigenlijk als een soort natuurwet. Dat vooruitgang er altijd is en dat uiteindelijk alleen de democratie overblijft. Dames en heren, toen George Kennan in de jaren 50 de containmentstrategie introduceerde, toen wist niemand dat dit tot 1989 de wereld zou beheersen en de wereldpolitiek zou beheersen. En dat het zou gaan om een krachtmeting die decennia lang zou duren. En laten we eerlijk zijn, ook nu weet niemand hoe lang dit conflict, dit waardeconflict, zal duren. Maar één ding is helder. Op het wereldtoneel zullen we opnieuw moeten bevechten wat we tot voor kort for granted namen. En er is dus ook een nieuwe aanpak nodig. Een nieuwe strategie die gaat in essentie over beschermen. Over het beschermen van onze democratie, onze waarden, onze vrijheden, onze economie en onze manier van leven, van samenleven. En daarvoor hebben we meer Europese slagkracht nodig. En ja, we zullen daarbij altijd samen blijven optrekken met onze vrienden in Noord-Amerika. Want wat een formidabele partners zijn de Verenigde Staten en Canada. Maar de realiteit is ook dat hoe Europees gezind de regering Biden ook is, de Verenigde Staten op de lange termijn de blik onherroepelijk steeds meer zullen verleggen naar de Indo-Pacific. En dat betekent dat wij als Europa ook zelf verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. Europa moeten hervormen, moeten beschermen en gereed moeten maken voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Dames en heren, meer Europese slagkracht. Een Europa dat beschermt wat van waarde is. Dat is een mooi streven, maar dat was in het verleden lang niet altijd een gegeven. Ja, Europa heeft grote toegevoegde waarde. Maar er is op allerlei terreinen ook een enorme hoeveelheid werk aan de winkel. De realiteit is dat we de afgelopen jaren onvoldoende in staat waren om ons eigen continent te kunnen verdedigen. Dat we die enorme kracht, de economische kracht van de Europese Unie, nauwelijks hebben weten om te zetten in geopolitiek vermogen. Migratie, een van de grote uitdagingen van onze tijd en de komende decennia, is iets dat Europa vaak simpelweg overkomt. En op het gebied van het aanpakken van klimaatverandering zit er een enorm gat tussen de ambitie enerzijds en de realiteit anderzijds. En ja, de optelsom van al die Europese economieën die is fenomenaal. Maar als je eerlijk bent en je kijkt onder de motorkap,
dan zie je te weinig economische groei en te weinig innovatie. En dan onze waarden. Wij zeggen een waardegemeenschap te zijn. Maar laten we eerlijk zijn. Hebben wij daar altijd voldoende naar gehandeld? Dus ja, de lijst met problemen is lang. En er is veel dat moet gebeuren. Veel dat anders moet. Veel dat beschermd moet worden. Maar ik ben er niet alleen van overtuigd dat het moet. Ik ben er ook van overtuigd dat het kan. Dat als we er gezamenlijk de schouders onder zetten, Europa bij ieder van deze onderwerpen onderdeel is van de oplossing. Dames en heren, om te beginnen bij de verdediging van Europa, van ons eigen continent. Het is de taak van iedere regering, van iedere overheid, om op de allereerste plaats de eigen burgers te beschermen. En hen te verdedigen tegen externe agressie. En gelukkig zijn we met elkaar door al die verschrikkelijke ontwikkelingen weer tot het inzicht gekomen hoe wezenlijk en ook hoe actueel die taak is. De tijd van Europese en mag ik ook zeggen Nederlandse freeriding op het gebied van defensie is voorbij. Alle EU-NAVO-lidstaten committeren zich opnieuw aan die zogenaamde 2%-norm. En doen al op korte termijn hele forse investeringen. En dat is goed, maar het is ook niet genoeg. Want het zou eeuwig zonde zijn als we na 10 jaar concluderen dat we die bakken met extra geld hebben uitgegeven, maar dat de effectiviteit en de slagkracht van onze Europese defensie eigenlijk niet wezenlijk is verbeterd. Wat daadwerkelijk nodig is, is een defensieve drieslag. En die is kort samen te vatten als meer investeren, meer specialiseren en veel beter samenwerken. De illustratie, in Europa maken we nu gebruik van meer dan 30 type tanks en 20 type gevechtsvliegtuigen. En er zijn legeronderdelen van de verschillende landen te vaak onvoldoende in staat om gewoon effectief met elkaar samen te werken. En juist in een wereld als die van vandaag, die draait om stroomleiding, die draait om versnelling, staan we hiermee bij voorbaat eigenlijk al op achterstand. En hier ligt wat mij betreft dus een fundamentele taak voor het NAVO-leiderschap. Dit is het moment. Dit is het moment om fundamenteel te kiezen voor samen oefenen. Samen aankopen doen. Samen standaarden afspreken. Zodat onze spullen uiteindelijk op elkaar aansluiten. Maar ook voor de Europese Unie is er werk aan de winkel. Juist als veiligheidspartner van onze NAVO. Door te zorgen voor adequaat budget voor de Europese vredesfaciliteit. Door de capaciteit van de EU-interventiemacht te vergroten. Door het militair hoofdkwartier van de Europese Unie te versterken. En door samen met die NAVO te bepalen hoe we samen optrekken. Juist in de wetenschap dat het gros van de EU-lidstaten ook nog eens lid is van de NAVO. En er vermoedelijk meer zullen volgen. Dames en heren, maar defensie alleen zal Europa uiteindelijk niet beschermen. Alleen een veel meer geopolitiek Europa kan Rusland in toom houden. En alleen een geopolitiek Europa is opgewassen tegen een economische grootmacht als China. Er zijn een aantal manieren waarop we die geopolitieke kracht kunnen inzetten en ook kunnen en moeten vergroten. En daar hoort de bereidheid bij om onze fundamentele marktmacht ook daadwerkelijk in te zetten. Marktmacht die we kunnen versterken. Door ongewenste strategische afhankelijkheden af te bouwen. Van gas, van olie, zeer actueel, en van technologie. En daarom juicht Nederland ook die zogenaamde EU Chips Act toe. En dat is een stap die 20 jaar geleden ook voor Nederland eigenlijk ondenkbaar was, maar die nu broodnodig blijkt. En hetzelfde geldt voor het nieuwe in goed Nederlands anti-coercion instrument. Waarmee we tegenmaatregelen kunnen nemen als een land één van die Europese lidstaten onder economische druk zet. En waarmee we wellicht hadden kunnen voorkomen, het is een voorbeeld dat misschien niet iedereen in de zaal kent, maar waarmee we wellicht hadden kunnen voorkomen wat Litouwen vorig jaar overkwam. Want toen er in Vilnius werd besloten om een vertegenwoordiging onder de naam Taiwanese Representative Office te openen, nam China Litouwen dit niet in dank af. Er volgden economische pesterijen, onder meer door een douaneblokkade.
En als ik eerlijk ben en ik abstraheer van die casus, dan liet de EU-reactie eigenlijk te wensen over. Als Europa hadden we meer kunnen doen. Misschien moet ik zeggen meer moeten doen. Om daar Litouwen te beschermen. En we deden dat onvoldoende. En, het kwam net ook naar voren in het gesprek wat ik had met een aantal van jullie. Als we de Europese Unie tanden willen geven, dan moeten we ook sneller en proactiever besluiten kunnen nemen. Te vaak hobbelen we achter de ontwikkelingen aan omdat het tijd kost om unaniem een besluit te nemen. Of doordat het simpelweg helemaal niet lukt. En daarom moet Europa wat ons betreft, wat mij betreft, wat het kabinet betreft, af van het vetorecht op sancties en op mensenrechtenverklaringen. Maar laten we eerlijk zijn. Je moet er niet aan denken dat die huidige sanctiepakketten de afgelopen 2-3 maanden niet mogelijk waren geweest omdat één land die zou hebben geblokkeerd. Dames en heren, een geopolitiek Europa betekent ook een strategischere inzet van onze aantrekkingskracht juist op anderen in de wereld. De inzet van zogenaamde soft power, zoals ooit door Joseph Nee bedacht. De kracht om anderen juist met verleiding voor je te winnen. Maar wel voor een deel op een andere manier dan we tot nu toe hebben gedaan. Want kijk alleen al naar de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die agressie richting Oekraïne veroordeelt. Er waren 141 landen die voor die resolutie stemden. 5 landen stemden tegen. Nou, die 5 landen zoek ze nog eens op. Dat zijn landen waar oppositieleiders worden opgesloten, de eigen bevolking wordt onderdrukt, wordt uitgehongerd of wordt gebombardeerd. Landen waarvan de leiders immuun zijn of immuun lijken te zijn voor onze democratische aantrekkingskracht. Maar dat ligt anders. Dat ligt anders bij die 35 landen die zich onthielden van stemmen. Die dus zeiden, dit laat ik even aan me voorbij gaan. Zij zien die oorlog eigenlijk als iets wat hen niet raakt. Als een lokaal conflict of iets waar ze niks bij te zoeken hebben. En velen van hen kunnen het zich economisch ook niet permitteren om een keuze te maken tussen de EU aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. En we moeten hierin eerlijk zijn. Die landen zijn soms ook sceptisch als het gaat over onze moral high ground. Ze verwijten ons, Europa, Noord-Amerika, hypocrisie. Dat wij met 2 maten meten. En die stemming in de Verenigde Naties en ook dat sentiment laat wat mij betreft juist zien. Laat juist zien hoe nodig het is dat we onze soft power, onze dialoog met de wereld effectiever en beter aanzetten. En dat moeten we samen doen. Samen met gelijkgezinde landen, uiteraard in de Europese Unie. Maar ook met de Verenigde Staten, met Canada, met Australië, met Nieuw-Zeeland, met Japan en met een heleboel andere landen die ook opkomen voor al die waarden waar ik het net over had. Eigenlijk door nog meer op te trekken met ieder van die 141 landen die daartoe bereid is en die voor die resolutie stemde. Maar ook door de verbinding te zoeken. Juist nu ook door die verbinding te zoeken met die 35 landen die om hun moverende redenen zich afzijdig hielden. Met Zuid-Afrika, met India, met een groot aantal landen in Afrika. Laten wij proberen hun scepties weg te nemen. Niet met een opgestoken vingertje, maar door te laten zien wie wij zijn en wie wij willen zijn. Open, democratisch, practice what you preach. En door een duurzame relatie met ieder van die landen aan te gaan. Met handel, met hulp. En door voor hen een echte partner te zijn in de 21e eeuw. Dames en heren, een Europa dat beschermt, ontkomt er niet aan om aan de slag te gaan met migratie. En ook dat was een van de onderwerpen waar ik de discussie herkende die we zo even hadden met een groot aantal van de aanwezigen hier. Laten we eerlijk zijn, het opheffen van de binnengrenzen is een van de belangrijkste prestaties van Europa. En het is ook iets dat het meest gewaardeerd wordt door de mensen in ons land en de mensen in heel veel andere Europese lidstaten. En ja, laat ik ook zeggen dat de enorme solidariteit die we nu zien richting vluchtelingen uit Oekraïne werkelijk hartverwarmend is. En het is indrukwekkend om te zien dat juist die landen die zich eerder hebben verzet tegen migratieafspraken nu alles op alles zetten. Alles op alles zetten om de mensen uit hun buurland gewoon te helpen. Maar daarmee is de discussie
over migratie niet weg. Als wij vrij willen blijven reizen in Europa, als we onze way of life willen laten voortbestaan, als we willen dat we door kunnen met Schengen, dan is er werk aan de winkel. Want de wens om naar Europa te migreren, die zal de komende decennia meer in plaats van minder worden. En dat vraagt om een aantal dingen die we niet als Nederland alleen kunnen doen, maar die we juist als Europese Unie moeten doen. In de eerste plaats zullen we veel meer werk moeten maken van het gezamenlijk beschermen van onze buitengrenzen. En daar ook gezamenlijk geld voor uittrekken. Daarnaast moeten we, juist voor diegenen van buiten Europa, opvang in de regio daadwerkelijk tot uitgangspunt maken. En ook dat vraagt om Europese investeringen en duurzame oplossingen. In partnerschappen. In partnerschappen juist met de landen rondom onze Unie. Met Afrika. En tenslotte, en dat is een ingewikkeld punt, maar wel heel hard nodig, vraagt dit thema om onderlinge solidariteit tussen de 27 lidstaten. Om afspraken over wat wel een eerlijke verdeling is en wat niet. Dames en heren, zoals migratie vraagt om een veel meer gezamenlijke aanpak, geldt dat ook voor klimaat. Want als er één probleem is, als er één probleem is dat zich niets van landsgrenzen aantrekt, dan is het wel de opwarming van de aarde. Ja, de onmiddellijke nood die we moeten ledigen, en we zien dat elke dag op televisie, die gaat over energiezekerheid. Over voldoende gas, over voldoende olie. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om vol door te gaan met de energietransitie. Met Fit for 55. Met de planeet leefbaar houden, juist voor de volgende generatie. Juist voor zoveel hier ook in de zaal. En datzelfde geldt voor de economie. Want de lijst, ook de lijst in mijn speech, van politieke wensen is lang en kostbaar. Terwijl iedere scholier met een bijbaantje hier in de zaal weet, uiteindelijk kan je iedere euro precies één keer uitgeven. Dus de kunst is om gezamenlijk, als Nederland met al die andere Europese landen, de koek te vergroten. Te zorgen voor meer duurzame economische groei in de Europese Unie. Meer te investeren in innovatie en de economie van de toekomst. Scherper in te zetten op daadwerkelijke hervormingen als voorwaarde voor Europese subsidies. En hoewel niet makkelijk, zeker niet na corona, schulden stapsgewijs af te bouwen. Zodat de jongeren van nu straks niet de rekening betalen van de huidige generatie volwassenen. Maar het meest fundamentele, dames en heren, het meest fundamentele is voor Europa om trouw te blijven aan zichzelf. Trouw te blijven aan onze waarden. En ook dat kwam tijdens de burgerparticipaties keer op keer naar voren. De rechtsstaat, de vrije pers, individuele vrijheden. Ze zijn niet onderhandelbaar. Ze gelden niet voor sommige burgers in sommige lidstaten. Op sommige momenten, nee. Ze zijn er altijd voor iedereen. Overal in de Unie. Waar je ook woont. Wie of wat je ook bent. En als die Unie één opgave heeft, dan is het beschermen van precies dat fundament. Natuurlijk op de momenten dat het makkelijk is. Bij kalm weer. Maar juist ook als het moeilijk is. Als landen er willens en wetens de kantjes vanaf lopen. Want die Unie is geen supermarkt. Die Unie is geen supermarkt waar je kiest wat je bevalt en lekker laat liggen waar je geen zin in hebt. Ten aanzien van de rule of law, en laat ik daar helder over zijn, ten aanzien van de rule of law, ten aanzien van onze waarden, bestaat er nooit een opt-out. En wie dat niet accepteert, wie dat de lange lessen niet wil accepteren, kan uiteindelijk ook geen aanspraak maken op die enorme toegevoegde waarde die de Unie ons als burgers biedt. Want solidariteit en wederkerigheid gaan ook hier hand in hand. Juist omdat de Unie er uiteindelijk is en moet zijn voor alle Europese burgers. Dames en heren, net zoals sommigen hier in het publiek groeide ik op in de jaren 80. Een periode die ook regelmatig gedicteerd werd door angst. Samengevat in één zin. Wat als de bom valt? Of, zoals Doe maar het verwoorden, voordat de bom valt.
En als kind voelde je wel dat er iets groots speelde, al lukte het niet helemaal om dat te duiden. Op sommige momenten was het concreet en was het ook anders. Zoals bijvoorbeeld met de ontploffing van de kerncentrale in Tsjernobyl. Met ingehouden adem keek ik samen met heel veel anderen, heel veel generatiegenoten, naar de beelden op televisie. Het raakte mij, ik maakte me zorgen, zoals heel veel andere kinderen en uiteraard ook volwassenen in die tijd. En ja, dat was een ongeluk waar niemand, ook destijds in de Sovjet-Unie, om had gevraagd. Daarmee heel anders dan de oorlog die nu willens en wetens gevoerd wordt. En toch zijn de gevoelens die ik toen had, er nu weer. Bij ouderen, bij jongeren, bij mijn eigen kinderen. Geconfronteerd als we allemaal worden met die ronduit verschrikkelijke beelden uit Oekraïne. En het sterkt mij in het besef hoe ongelooflijk waardevol het bezit is dat wij hebben. Hoe belangrijk het is om dat te beschermen en te verdedigen. Hoe dat de uitdaging van onze generaties is. Ja, een uitdaging die misschien enorm lijkt. Maar in haar omvang toch niet uniek. Want kijk maar eens naar de geschiedenis. En haal daar ook comfort uit. Iedere generatie opnieuw heeft te kampen met grote problemen. Denk aan de generatie die de Tweede Wereldoorlog meemaakte en het nazisme versloeg. En die in Amerika niet voor niets bekend staat als the greatest generation. Denk aan de naoorlogse generatie die zorgde voor de wederopbouw. De generatie die de wereld door de Koude Oorlog heen loodste. Iedere generatie, en ik zeg dat zeker ook tegen iedereen in de zaal die jonger is dan ik. Iedere generatie heeft zijn eigen problemen ook weer weten op te lossen. En ja, dat vraagt om richting, om toewijding en om volharding. Maar ik ben ervan overtuigd dat ons dat uiteindelijk gaat lukken. Want juist onze democratie, onze open samenleving, geeft ons de kracht om onze systemen en denkbeelden voortdurend te verbeteren. En ja, dat staat lijnrecht tegenover het onvermogen om tegenspraak te dulden en oude dogma's te verlaten die inherent zijn aan echt iedere dictatuur. Onvermogen ook dat geleid heeft tot die zinloze en eerloze oorlog die Rusland begonnen is. En nee, democratie is geen voltooid vinkje op een to-do-lijst. Het is enkel perfect in het feit dat het ons het gereedschap aanreikt om datzelfde systeem te verbeteren. Om op nieuwe manieren naar problemen te kijken. Om uitgedaagd te worden. Om te luisteren naar wat burgers van politici verwachten. En nieuwe strategieën te ontwikkelen. En ook die burgerdialogen vind ik daar zo'n ongelooflijk mooi voorbeeld van. Dialogen die wat mij betreft veel vaker zouden moeten organiseren. Juist als het gaat over de grote thema's van deze tijd. Juist als het gaat over Europa en hoe dat zich verhoudt tot de rest van de wereld. Omdat het grote krachten, de geopolitiek, koppelt aan de kracht van de mens en de dingen heel dichtbij. Omdat het ruimte biedt voor diepgang en voor dialoog. En omdat deelnemers de politiek en de journalistiek uit de klem kunnen halen die journalist Ron Frezen zo haarscherp duidde bij zijn afscheid. Hij zei het in zijn woorden. Als je het anders of genuanceerd wil doen, volgt snel het verwijt dat je niet kritisch genoeg bent. En dames en heren, daar waar politici zich in loopgraven verschansen en boze twitteraars vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, zit er bij een burgerdialoog niks anders op dan gewoon naar elkaar te luisteren. Samen te werken. Verantwoordelijkheid te nemen voorbij het hier en het nu. Dat hebben velen van jullie gedaan en ik dank jullie daarvoor zeer. Dank u wel.